We kwamen aanrijden bij het vakantiehuis en het leek oprecht gewoon een verlaten huis waar echt 100 mensen in vermoord waren. En ik geloof niet in spoken en geesten, maar nadat ik in dit vakantiehuis ben geweest, ik weet het niet meer. En die mevrouw vertelde ons ook dat zij een heel gezin had, een man, 3 honden. Maar de hele week hebben wij niemand daarvan gezien. Wij hebben alleen die vrouw 1 keer in de week gezien. Wilde mijn vader de mevrouw bellen en had ze ineens al onze nummers geblokkeerd. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag maak ik jullie weer een storytime, want dit was ontzettend veel aangevraagd. En ik weet dat jullie het altijd heel erg leuk vinden om te kijken. Aangezien we nu midden in de vakantieperiode zitten, leek het me wel leuk om een beetje in het thema te blijven. En daarom dus vandaag een storytime te doen over mijn horrorvakantie. Ik heb deze storytime eigenlijk al heel lang willen maken, maar omdat ik hem best wel, ja, persoonlijk vond en het ook best wel heftig allemaal was en een beetje, ik krijg er altijd een beetje rillingen van als ik er weer terugdenk, had ik zoiets van oké, ik wil hier nog even mee wachten. Heb jij nou zin in de storytime? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren en let's get started. In de storytime van vandaag ga ik het dus hebben over mijn horrorvakantie en nu is het zo dat ik al een keertje eerder een storytime heb gemaakt over mijn vakantie of in ieder geval iets wat op vakantie was gebeurd. Alleen dat was veel recenter gebeurd. Mocht je die storytime nog niet gezien hebben, ik zal hem even hierboven in het i'tje zetten, kan je hem checken. Nu is het zo dat het verhaal dat ik vandaag ga vertellen over mijn vakantie al wel een hele tijd langer geleden is. Het was namelijk in 2016, in de zomervakantie van 2016. En ik vind het echt ontzettend jammer dat het zo lang geleden is. Want ik had toen nog geen Snapchat, of in ieder geval nog geen Snapchat herinneringen. Want ik heb teruggezocht of ik terug kon. Maar ik kon maar terug tot januari 2017 of maart 2017. Ik vlogde toen nog niet, of in ieder geval die vlogs heb ik nooit online gezet. Ik heb er geen beelden van, ik heb er geen foto's van, dus dat vind ik allemaal super jammer. Daarom ga ik jullie gewoon vandaag het verhaal zo goed mogelijk proberen te vertellen. En mocht ik eventueel plaatjes hebben, dan zou ik die er even inplakken. Maar heel veel plaatjes of foto's hebben we niet. Aangezien hetgene waar wij toen naartoe zijn gegaan, waar ik straks op terugkom, ook niet meer bestaat. Of in ieder geval, het is nergens meer te vinden. Ik ga gewoon bij het begin beginnen. Zomervakantie 2016. We gingen op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Net zoals eigenlijk elk jaar. En de jaren daarvoor, toen wij naar Zuid-Frankrijk gingen, gingen we altijd naar mensen toe die wij heel goed kenden. En dat waren gewoon hele gezellige mensen. En dat was een chambre d'eau. En een chambre d'eau is voor mensen die dat niet kennen. Het is een beetje een soort van bed and breakfast eigenlijk. En ze hebben daar gewoon verschillende appartementen. Dus je zit daar hooguit misschien met 4-5 gezinnen. En je hebt dan natuurlijk de bewoners daarvan. En dat zijn vaak Nederlandse bewoners. Tenminste, wij boeken altijd bij Nederlandse mensen. En je hebt dan gewoon een zwembad. Je kan gezamenlijk eten. En het is meestal dichtbij allemaal leuke plekjes in Frankrijk. En dat heb je ook gewoon in Spanje. En weet ik voor Italië. Je hebt dat eigenlijk overal in de wereld wel. Nu vinden mijn ouders het altijd gezelliger als een hotel. En dat is eigenlijk de reden dat wij heel erg vaak naar Chambre d'Hôte toe gaan. Nu was het zo dat in de zomer van 2016 de vrienden waar we altijd naartoe gingen in Zuid-Frankrijk stopten met hun Chambre d'Hôte. Nu kwamen de nieuwe eigenaren in, maar toen hadden wij zoiets van we waren wel zo vaak geweest. En wij vonden het vooral heel erg leuk en kwamen terug omdat de eigenaren zo gezellig waren. Nou, zij gingen dus weg, dus wij gingen zoeken naar een alternatief. En we gingen dus gewoon een beetje zoeken in Zuid-Frankrijk waar we wouden. En we lagen altijd ergens in de buurt van Montpellier daar, zeg maar. Nu wilden wij toch graag wat dichter naar de kust toe. Omdat waar wij toen zaten was wel echt binnenland van Frankrijk. En het was wel echt het ouderwetse, zeg maar. Dus het minder toeristische gedeelte. Wij wilden een beetje meer naar het strand toe. En toen hadden wij een hele mooie chambre d'eau gevonden. Dicht bij Saint-Tropez. En Saint-Tropez is echt helemaal aan de kust van Frankrijk. Dus dat is super mooi gelegen, heel leuk. En de mensen waar wij toen wouden boeken, daar gaan wij trouwens dit jaar weer heen, want zij zijn echt helemaal top. Maar de mensen waar wij toen wouden boeken, hadden alleen nog maar een plekje vrij voor een week. Dus mijn moeder zei, nou, dan boeken we daar een week. En die andere week gaan we gewoon kijken naar een andere chambre d'eau in Zuid-Frankrijk. Nou, uiteindelijk had mijn moeder een chambre d'eau gevonden in Zuid-Frankrijk. Ze had met die mevrouw gebeld en die mevrouw zei, ja, het ligt super mooi, echt maar 5 minuten rijden van de kust af, dit, dat. En toen wij het plaatje bekeken, of in ieder geval de kaart, toen hadden wij zoiets van, nou ja, dat lijkt volgens mij wat verder weg. Maar we hadden zoiets van, nou ja, oké, als die mevrouw dat zegt, weet je, dan ga je daarvan uit. Dus wij boekten dat huis en het zag er op de plaats super mooi uit. Het was een best wel groot appartement, ook met meerdere verdiepingen. Dus het zag er gewoon helemaal top uit, leek ook hartstikke gezellig. Ze hadden een zwembad, ze hadden een chute-boelbaan.
Ze hadden een mini koelbar buiten staan met allemaal drankjes en ijsjes en dat soort dingen. Dus mijn moeder dacht, nou, dan boeken we de tweede week van de vakantie daar. En dat lag dus in de buurt van Montpellier. Nu moet ik wel zeggen, ik zeg wel de hele tijd in de buurt van Montpellier. Alleen, het was wel zo dat Montpellier daar echt nog wel 1,5 uur van af lag. Alleen, het precieze plaatsje weten wij dus niet meer. Dus ik heb geen idee of het verder naar het zuiden was, verder naar het noorden, verder naar het westen. Ik heb geen idee. Dus dat even als disclaimer. Nou, mijn moeder had dus de vakantie geboekt voor de zomer in 2016. En we gingen eerst een week naar de ene mensen toe bij de Chambre d'Eau in Saint-Tropez, waar wij dus nu nog steeds naartoe gaan. En de tweede week gingen we naar de Chambre d'Eau, of in ieder geval het appartement, dicht bij Montpellier. Nou, de eerste week van de vakantie was echt helemaal top. We waren nog nooit bij deze mensen geweest, bij deze Chambre d'Eau. Maar het weer was perfect daar. Het eten daar was super nice. De mensen waren zo gezellig. En eigenlijk klopte het hele perfecte plaatje gewoon. Het was heel erg leuk en het was echt een hele geslaagde week. Nou, vol verwachting gingen wij natuurlijk naar de tweede Chambre d'Eau. En wat ik me kan herinneren was dat wel echt oprecht nog ver rijden. Volgens mij was het bijna 3-4 uur rijden, dus dat was echt een hele tocht. Inmiddels toen wij op onze navigatie hadden staan dat het nog 3-4 kilometer was. En ik weet dit nog zo goed. Ik heb echt geen idee hoe ik dit nog weet. Maar als ik nu gewoon terugdenk, ik zie zo de hele situatie weer voor me. We moesten echt nog maar een paar kilometer en de TomTom ging heel raar doen. Die snapte niet waar die heen moest. Nou, op een gegeven moment kwamen we een beetje een oud verlaten Frans startje. Nou, prima. En toen moesten wij een weg omhoog, jongens. En echt, het leek wel de Mount Everest, weet ik veel wat. Het was echt niet normaal. Het was denk ik wel 3-4 kilometer omhoog. En het was niet gangbaar. Nee, het was echt bam, zo omhoog. En het was zo'n lang stuk. Met rare bochten, rare kronkelingen. En toen hadden we allemaal zoiets van, oh my god, deze weg. Want dat meende dus dat dat Chambre d'Eau ding, of in ieder geval dat appartement, helemaal bovenop die bult zou staan. En je had er geen ontbijt of iets bij in, dus zou je 's ochtends naar de bakker gaan. Wat betekent dat je dus elke dag die hele berg af moest. En het was echt zo'n hoge berg. Je voelde het oprecht gewoon aan je oren op het moment dat je zeg maar naar boven ging. Nou, weet je, prima, zo'n rijweggetje, niet het chillste, maar goed. Daardoor laat je niet direct je hele feeling verpesten. Toen kwamen we aanrijden en echt oprecht. Je weet gewoon op het moment dat je ergens komt aanrijden, je ziet een of ander... Of je rijdt ergens langs waar je een of ander verlaten huis ziet. Of van die enge series of films waarin mensen dan naar een verlaten huis gaan of een verlaten gebouw. Dit was, het was gewoon precies zo'n gebouw. En het weer die dag was ook niet helemaal chill, dus het was heel erg bewolkt. Maar daardoor kwam doordat je bij dat huis aan kon rijden. Het was heel kil, heel, ja ik weet niet. Je kreeg gewoon niet zo'n fijn gevoel. Het was een beetje een spooky vibe. Nou, toen we daar aankwamen, hebben wij eerst 3 kwartier moeten wachten voordat die mevrouw kwam. Want zij was ons gewoon vergeten, ze was gewoon weggegaan. Toen hebben wij haar 10 keer moeten bellen voordat ze opnam. En zei ze, ja, ik kom eraan. Nou, toen kwam ze uiteindelijk aan, wel 3 kwartier te laat, dat had ze tegen ons gezegd had. Maar oké. Nou, toen kwamen we dus binnen. En het ontvangt ons al een beetje raar, of in ieder geval die mevrouw was gewoon heel vaag. Want op de website stond dat zij een heel gezin had, met 3 zoons en een meisje. En een man had ze. En ze hadden 3 honden. En toen we daar kwamen, er was echt geen teken van leven te bekennen. Terwijl op de website stond dat zij ook daar woonden bij die Chambre d'Eau. En wij vinden het altijd heel gezellig als je gewoon wat contact hebt met mensen. Nou, over dat gezin en zo ook niks gehoord. Verder, we hadden wel gevraagd van ja, waar zijn ze dan? En daar reageerden ze heel vaag op. Ze kapten dat heel raar en een beetje onbeleefd af. Nou, toen kwamen we dus in dat huis. En het was echt een heel... Het was gewoon... Net als de vibe die daar buiten hing, was dat binnen nog veel erger. Het was heel killig, heel niet sfeervol. Het was heel... Het voelde gewoon heel angstig of zo. Alsof er... Ik geloof zelf hier niet in. Ik geloof niet in spoken of geesten. Maar oprecht, toen ik dit huis binnenkwam, het was echt niet oké. Nou, toen was op een gegeven moment die mevrouw weg, want die was ook echt binnen 5 minuten weg. Ze gaf ons een sleutel, zei ja, dit is het huis. Veel plezier, dag. Dat was het. Toen gingen we allemaal een beetje de koffers dus uit de auto halen. En ik ben best wel iemand die een beetje snel gewoon kan oordelen van, oh, dit vind ik niks of ik wil hier weg. En ja, ik weet niet. Mijn gevoel heeft dat zeg maar heel snel dat ik zoiets kan zeggen. Nu is mijn moeder altijd wel zo van, nou, eerst even afwachten, we kijken wel. En Milou is ook wel zo en Roos zat een beetje tussenin. Maar mijn vader, die is meestal gewoon, die vindt eigenlijk alles wel prima. En we kwamen hier en zelfs mijn vader had direct zoiets van, nou,
Ik weet niet waar we zijn beland, maar het voelt hier zo... Het voelde gewoon echt niet goed. Maar goed, het was dus ook al niet een hele chille sfeer tussen ons allemaal. Omdat het best wel een rare plek was waar we terecht waren gekomen. En aangezien het bij die andere mensen zo leuk was, viel dit echt heel erg tegen. Nou, toen die avond, een beetje einde van de middag, wilde ik en mijn zusjes heel graag gaan zwemmen. Omdat we natuurlijk een lange autorit hadden gehad. Dus wij lopen vol verwachting naar dat zwembad toe. En het paadje daar naartoe was heel raar, want... Op de foto's op internet was het echt een heel mooi stenen paadje. En dan met mooie klimop erlangs. Maar echt in real life. Het was echt een soort van reality versus expectations. En de expectation was dan heel mooi. En de reality was gewoon, je liep echt over een stenen paadje. Dat was er inderdaad nog. Maar dat was helemaal begroeid met onkruid. En vieze beestjes liepen er. Dus was overal waren wespen. Dus dat was dan niet zo chill. Nou, toen kwamen we bij dat zwembad aan. En het rare was, op de website stond dat ze maar liefst 7 appartementen hadden. En at the end was er letterlijk... Er waren helemaal geen andere bewoners. Wij hebben letterlijk niemand gezien daar. Toen kwamen ze aan bij het zwembad en er stonden daar reglementen. En echt, als je de reglementen zou moeten volgen... Dan mochten wij daar volgens mij niet eens in zwemmen. De reglementen waren als volgt. Je mocht geen druppel zonnebrand op hebben. Je mocht niet met los haar zwemmen. Je moest een haarnetje in. Je mocht... Niet met blote zwemkleding, dus je had een badpak of zoiets aan moeten hebben. En zo waren er echt nog tig regels. Nou, je kan je voorstellen, als op de website staat, dit is kindvriendelijk, dit is voor kinderen. Ik bedoel, kinderen hebben gewoon zonnebrand op, dat is zo. En ik snap best wel dat heel veel zwembaden daarop tegen zijn. En weet je, dat is ook wel oké, dan ga ik een keertje douchen, klaar. Maar bedekte zwemkleding en haarnetjes, ja sorry, maar dan is voor ons al een beetje de lol weg. Toen we de reglementen zagen, toen liepen we dus het zwembad in met mijn vader. Mijn vader ging eerst even mee. En we gingen dat hekje door. En ik heb nog nooit zo'n vies zwembad gezien. We hadden hier 2 weken geleden zwembad in de tuin staan. Die was behoorlijk groen geworden. En er lagen wat dode beesten in. Maar dit zwembad, jongens, het was echt te triest voor woorden. Ik denk trouwens ook oprecht, dus mochten wij hier zijn in gaan zwemmen, wou dit nog proberen, maar dat mocht niet van mijn vader. Dan waren wij echt dood ziek geworden van al die algen wat erin zat. Al die dode beesten. Dus dat was ook nog een teleurstelling. Wij komen aan en denken, nou ja, dan gaan we maar zwemmen. Weet je, wat kunnen ze daarna aan verpesten? En ja, ook dat kon niet. Dus onze dag, die was al helemaal verpest eigenlijk. Toen s'avonds hebben we in het dorpje gegeten. En ook dat dorpje was een beetje killig of zo. Het was allemaal een beetje soort van... Het leek gewoon een beetje een mini-horrorstadje. Het was heel killig. De mensen waren heel raar in omgang. De vibe die daar hing was gewoon niet chill. Dus eigenlijk gaf alles ons een beetje een naar gevoel. Toen is mijn vader die avond gaan zoeken naar het beloofde strand waar die mevrouw het over had. Wat maar 5 minuten zou moeten zijn rijden. Nou, wij gingen even uitzoeken, maar het eerste de beste normale strand was oprecht 1 uur en 40 minuten rijden met de auto. In de knalhitte zon. Nou, toppie. Aangezien er bij de Chambre d'Odes niks was, hadden wij zoiets van, nou, dan rijden we maar naar dat strand toe, wat 1 uur en 40 minuten rijden was. Dat scheen wel een aardig mooie strandtent te zijn. Dat was gewoon dicht bij allemaal campings. En die lagen dan zeg maar aan zo'n baai als het ware een beetje. En had je gewoon verschillende strandtenten. Dus wij dachten, nou, dan gaan we daar wel heen, weet je. Want hier hebben we ook niks. Wij die dag daar natuurlijk heen rijden. En je moest allemaal over de snelweg heen. Door kleine paadjes. We hebben echt heel veel in de file gestaan daar. Dus dat allemaal, het was al zo'n gedoe, weet je. Ik bedoel, je moet dan eerst elke dag zo ver rijden om überhaupt bij het strand te komen. En als je dan bij het strand aankomt, is het nog maar de vraag of je strandbedjes kan huren. En voor die strandbedjes vraagt het dan ook gewoon rustig, without shaming, €50 per stoeltje per dag. Nou ja, weet je, mijn ouders wilden er ook gewoon een goede week voor maken. Dus je hadden zoiets van, nou, dat doen we dan allemaal maar gewoon. We gaan maar gewoon naar dat strand toe. En eenmaal aangekomen op het strand, daar was alles wel gewoon prima. Dat was gewoon gezellig. We gingen daar eten en zo. En dan s'avonds, ja, dan was het weer die 1 uur en 40 minuten terug. En zat je echt oprecht, zaten we allemaal weer met zo'n vervelend gevoel in onze buik van... Oké, we moeten weer terug naar dat huis. Want echt niemand had er zin in. En dit is oprecht de eerste vakantie ooit geweest. Waarin mijn zusjes en ik... En ik heb het denk ik nog het ergste gehad. Want mijn zusjes die hebben dan zoiets van... Oké, we houden ons wel in. Maar ik heb zo'n vreselijk gevoel daar gehad. En ik heb gewoon echt alle dagen lopen tellen. En elke dag was ik zo blij dat er weer een dag voorbij was. Dat we weer bijna weg gingen daar. En ik was... Ik weet niet, het was zo raar. Ik heb nog nooit ergens zo excited over... Ik ben nog nooit ergens zo excited over geweest. Op het moment
dat we weg konden gaan, zeg maar. Het was echt de vreselijkste week op vakantie ooit. Nou, in de loop der dagen werd het daar ook niet beter. En voornamelijk 's nachts was het echt geen fijne sfeer daar. Want wij sliepen zeg maar boven en mijn ouders sliepen beneden. Want wij sliepen met z'n drieën op een kamer. En mijn ouders sliepen dan beneden in een tweepersoonsbed. Nu sliepen wij daar boven en het was heel raar. Want je had gewoon ramen en zomaar waren echt alles dicht gedaan. En 's nachts hoorde ik altijd geluiden. Of er viel ineens een deur dicht. Of ik hoorde ineens een of ander raam tekeer gaan. Dat je hoorde dat het waaide terwijl alles dicht was. Er waren altijd zulke rare dingen. En ook als je daar liep 's nachts, het was zeg maar over al die planken heen en zo. Het was echt vreselijk. Nou, boven alles op natuurlijk, het kon al niet beter, waren de badkamers ook echt heel vies. Ik heb wel eens van die programma's gekeken van Red Mijn Vakantie of Help Mijn Man Eens Klussen of zo, weet je wel, dat soort programma's. En echt oprecht, het schimmel hier zat gewoon in de douche. En ik kan heel veel hebben, echt oprecht, en mijn moeder ook wel. Maar op het moment dat er schimmel in de douche zit of oud haar van vorige gasten, dat is zo vies. En ook was het zo dat die eigenaressen, die hebben wij die gehele week nooit meer gezien. En wij bleven daar van zaterdag tot zaterdag. Dus we kwamen zaterdagmiddag aan. En die week daarna gingen wij op zaterdag weer weg. En we zouden dan zaterdagavond gaan rijden. Nou, wij hebben die vrouw zaterdagmiddag gezien toen we aankwamen. En toen gaf ze ons 5 paar handdoeken van, nou, deze zijn voor het douchen en voor het zwemmen. Toen vroeg mijn moeder van, wanneer krijgen we nieuwe? Want ja, het is best wel logisch als je gewoon 1 keer in de 2 dagen nieuwe handdoeken of zo krijgt. Want daar betaal je voor. En we hebben echt genoeg daarvoor betaald voor die shampoo. Toen zei ze, oh, maar dit zijn de handdoeken voor deze week. Dus mijn moeder had ook eens iets van, huh, wat bedoelt ze? Maar mijn moeder dacht, ja, nou, laten we wel. Nou, die hele week hebben we ook geen nieuwe handdoeken gehad. We hebben die vrouw daar never nooit meer gezien. Toen belde ze ons vrijdagmiddag op van, hallo, hoe laat gaan jullie morgen weg? Zaterdag, ik ben een beetje benieuwd hoe laat jullie van plan zijn te vertrekken. Want ja, dat is gewoon even handig voor mij om te weten. Want ik heb geen zin om daar de hele dag te wachten op jullie. Dus laat maar gewoon weten wanneer jullie weggaan. Of welke tijd op jullie weggaan. Dan ben ik dan daar om de sleutel aan te nemen. Nou, toen hadden we al zoiets van, nou oké. Maar wij waren na deze week er al zo klaar mee. Dat mijn vader zei, nee jongens, we gaan niet zaterdagavond rijden. We gaan gewoon vrijdagavond rijden. Weet je, dan laten we die ene nacht hier wel zitten. Dat kost ons wel geld. Maar goed, weet je, we gaan liever een dagje eerder naar huis. Dan dat we hier nog een dag zitten en weer 2 uur moeten rijden morgen naar het strand. En alles gehaast moet. En die mevrouw een beetje zit te drammen dat we weg moeten. Nou, daar had niemand zin in. Dus we hadden allemaal zoiets van, oké, dan gaan we vrijdagavond naar huis. Nou, toen zijn we vrijdagavond gaan rijden. En die mevrouw was nergens te bekennen. Dus wij hebben gewoon netjes de sleutel in de brievenbus gegooid. En zijn weggegaan. Toen vervolgens zaten wij in de auto op de terugweg. En het was natuurlijk wel heel erg ver rijden. Maar we deden lekker rustig aan. Dus zaterdag ochtend, ik weet niet precies rond hoe laat, kwamen wij ongeveer aan in Nederland. En zaterdagochtend werden wij eerst een keertje gebeld door de mevrouw van de Chambre d'Eau. Alleen toen mijn vader wilde terugbellen, want we hadden haar trouwens gewoon netjes een berichtje gestuurd van ja, we zijn al vertrokken, dit en dat, sleutel ligt in de brievenbus. Maar toen mijn vader wou terugbellen, lukte dat op geen enkele manier, want blijkbaar was het nummer geblokkeerd of zo. Want hij werd direct afgekapt. Toen belde men mijn telefoon en toen kregen we haar wel aan de lijn. Maar zo gauw zij in de gaten had dat ik zeg maar van mijn ouders was, dat ik daarbij hoorde, hing ze op en blokkeerde ze ook mijn nummer. Nou ja, dan kunnen we ook wel met mijn zusjesnummer gaan bellen, mijn moeders nummer, maar dat schiet niet op. Nou, toen vervolgens zijn wij daarna echt nog 10 keer anoniem gebeld door die mevrouw. Terwijl wij haar na de eerste keer dat zij belde met haar nummer aan, gewoon netjes zouden terugbellen. Maar zij daarop niet reageerde. Het was echt, het was heel gek. Nou, dat 10 keer anoniem bellen vonden we al niet heel chill. En het feit dat ze onze nummers blokkeerden vonden we ook een beetje raar. Want mijn vader was van plan dat wanneer wij in Nederland zouden komen, hij een klachtenbrief wou indienen met de vraag of wij misschien een deel van ons geld of zo terug konden krijgen. Omdat er zoveel verwachtingen waren die ze op de site had neergezet, die daar echt totaal niet van toepassing waren. Het was echt het tegenovergestelde. Nou, doordat het best wel een beetje een rare vrouw was en wij ook nooit contact hebben gehad met andere mensen daar. Ik bedoel, ik weet niet eens of dat gezin bestond, of die man bestond, of dat überhaupt allemaal bestond. Geen idee. Zei mijn moeder van, nee, je moet die klachtenbrief echt niet doen. Je moet die gewoon laten, want je weet niet wat voor iemand het is, weet je. Die mensen hebben wel al zijn gegevens. Zij weet gewoon waar wij wonen. Zij heeft dit, ze heeft dat, weet je. Ze had genoeg gegevens van ons. Dus dat was een beetje het geval. Uiteindelijk hebben we er niks mee gedaan. Zijn we veilig thuisgekomen. Maar heb ik wel zo'n rare feeling aan deze vakantie overgehouden. Vooral omdat de eerste week zo leuk was en zo gezellig.
En die tweede week was echt oprecht een horrorvakantie. Dan was dit de storytime alweer. En ik hoop dat ik het een beetje goed heb kunnen vertellen. Hij is wel lekker lang geworden. Maar goed, nu weten jullie ook gewoon helemaal het hele verhaal. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze storytime. En vond je het nou leuk en wil je meer storytime zien? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei doei!